En uw groep moet groter worden. Groter. Ja. Max, ik zie bij jou een pelgrimstaf. Van waar die pelgrimstaf? Vertel eens iets. Wie ben jij? Wat kom jij hier doen? Wel, we zijn de Brusselse fans van Lokeren. We kwamen vandaag te voet vanaf Brussel tot Lokeren, dus 40 kilometer of zoiets. Maar eerst waren ons twee supporters van Lokeren een beetje... De vraag dringt zich op, waarom worden Brusselaars supporters van Lokeren? Omdat geen Brusselaars supporters van Lokeren zijn. Dus het was een beetje een grap op, we zullen Lokeren supporteren. Het kan een beetje grappig zijn. En het was al 6-7 jaar geleden of zoiets. En, maar we komen echt aan Daknam enzovoort sinds 2 jaar geleden. En meer mensen sluiten aan, een beetje, ja. En waarom dan een voettocht van 40 kilometer? Want de wagen, geeft toe, dat is iets gemakkelijker. Dat is waar. Eerst is zijn fout. Hij zei, dus we hebben al een paar daknams gedaan. Ik weet niet of je dat in Nederlands kan zeggen, maar... En hij zei, ik kom aan Daknam, maar als we te voet gaan. Maar het was echt een grap. En wij zeiden, oké. En dus we hebben het al lang gepland, in augustus of zoiets, om echt hier die match te voet te komen zien. En dus... Zijn jullie fans van een bepaalde speler of van een bepaalde coach van Lokeren uit die periode? Well, ik was een grote fan van Kopa. Ben nog, maar ja. Zo waren er blijkbaar nog. Ja, hij geefde dat ons. En, maar Kylian Overmeijer, ik had echt van hem. Maar we hebben helemaal een beetje onze lievelingsspeler. Er zijn nog Brusselaars, hè? En Patty is ook van Brussel, hè? Ja, en Patty speelde aan het Union, denk ik, ja. Ja, empathie is goed, maar ik ken hem nog niet zo goed, dat hij niet zo is. Ik ga jullie nu laten vertrekken, want 40 kilometer terugweg, te voet, dat is nog een heel eind. Ik zou zeggen, succes daarmee. Bedankt. Echt. Ik denk dat we met de auto hier gaan. Het zal beter zijn. Ik denk het ook. Oké, bedankt en blijf supporter voor Lokeren. Ja, dat is wel. Dankjewel, jongens. Bedankt. Dankjewel. Bedankt.